Al laat de zon ons deze zomer veel in de steek, de stroom van vakantiegangers is toch weer aan het rollen geslagen. Met volgepakte auto's op motoren, bromfietsen en fietsen trekken ze door het land. Is het reisdoel bereikt, dan is het nog slechts een kwestie van een goed plekje zoeken om je tent op te zetten. Deze goedkope vorm van onderdak wordt nog altijd door duizenden geprefereerd. De zee en het strand zijn weer bijzonder in trek, vooral bij de buitenlanders. Kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. En anders is er de moderne techniek nog. Wie het aan het strand te druk vindt, zoekt een rustig plekje op in de duinen. Hutje bij mutje. Toch zijn er nog vele plekjes in ons land waar men ongestoord van de natuur kan genieten.